Het eind van de 16e eeuw wordt vaak aangeduid als het moment dat de ene kunsthistorische periode overgaat in de andere. Maar het is niet zo'n sterke scheiding als tussen de middeleeuwen en de renaissance. Het is vaak handig om het jaar 1600 te nemen als overgangsjaar, maar het is natuurlijk niet zo dat de kunst van het ene op het andere moment ineens helemaal anders was. En bovendien blijven we gewoon in de klassieke kunst. Maar vanaf nu gaan we de kunststroming barok noemen. Kunst verandert altijd mee met de samenleving. Als een nieuwe generatie mensen vindt dat ze wezenlijk anders zijn dan de generatie daarvoor, dan is het ook tijd voor nieuwe culturele vormen die meer aansluiten bij de nieuwe tijd. Dat zie je bijvoorbeeld goed in het werk van de kunstenaar Caravaggio. Dat was echt een vernieuwer, anders nog dan El Greco. El Greco was uniek. Caravaggio kreeg allerlei kunstenaars achter zich aan die zijn stijl gingen kopiëren. Wat zijn nou de twee belangrijkste historische veranderingen die ervoor hebben gezorgd dat ook de culturele wereld veranderde in de 17e eeuw? De eerste is een crisis waarin de katholieke kerk van Rome op dat moment verkeerde. Het protestantse geloof werd steeds machtiger, zeker in Noord-Europa, en de paus moest met een tegenoffensief komen. Hij dacht na over hoe de kracht van Bijbelverhalen de gelovigen opnieuw zou kunnen raken. In 1600 was de katholieke kerk dan ook veruit de grootste opdrachtgever voor kunst in Europa. Er werd enorm geïnvesteerd in architectuur, beeldhouwkunst en schilderijen met als doel de kracht van het katholieke geloof te laten zien. Kunstenaars kregen dan ook de taak en de boodschap van de kerk zo krachtig mogelijk over te brengen. En dat levert een kunststijl op vol visuele kracht en intensiteit die wel wat weg heeft van theater of opera. De andere verandering heeft ook te maken met de reformatie. In Noord-Europa krijgt de katholieke kerk en de adel steeds minder macht, waardoor er een bredere laag van niet-adellijke elite opkomt. Dat zie je in Duitsland, maar vooral ook in Holland. Deze elite heeft een andere smaak, waardoor er meer verschillende genres in de schilderkunst ontstaan. En de volgende voorbeelden in deze les komen dus weer uit Zuid-Europa, maar ook uit Vlaanderen, Holland en Duitsland. Caravaggio's invloed op andere kunstenaars was zo groot dat hij een internationale stijl creëerde die overal in Europa populair werd en die we Caravaggisme noemen. In Spanje was zijn belangrijkste navolger Giuseppe Ribera, die rond 1631 bijvoorbeeld dit werk maakte van de heilige Andreas. Als allerlei kunstenaars min of meer dezelfde stijl hanteren, dezelfde kleurgebruik, dezelfde compositie, lichtinval, dan worden de individuele onderlinge verschillen extra interessant. Dat zie je ook bij Ribera. Zijn werk is door en door katholiek, maar het heeft niets heroïs. Zijn heiligen zijn niet geïdealiseerd zoals bij Raphaël, maar oud, verschrompeld en eenzaam. Op dit schilderij zijn de enige vrienden van Andreas zijn kruis en de vis die hij heeft gevangen. Daardoor zien we Andreas veel meer als een man die volledig leeft voor zijn geloof. Hoewel Ribera in Valencia was geboren, werkte hij bijna zijn hele leven in Italië, in Rome en Napels. En Napels was in die tijd een van de grootste steden van Europa en hoorde bij het rijk van de Spaanse koning. Hier zien we een schilderij van de heilige Andreas dat hij maakte toen hij in Napels woonde. Hij is aan het kruis genageld en klaar voor zijn executie. Maar ook onder deze omstandigheden is Andreas rustig. Om hem heen zijn mannen bezig om hem vast te maken aan het kruis en het licht schijnt bijna volledig op het naakte lichaam van Andreas, alsof God hem al komt halen. Zo'n licht-donker contrast noemden de Italianen chiaroscuro. En dat is een belangrijk kenmerk van de schilderkunst van de 17e eeuw. Het geeft het werk iets extra dramatisch, doordat bepaalde elementen meteen de aandacht van de toeschouwer trekken, alsof de schilder de regisseur van een theaterstuk is.
Rome was de hoofdstad van de internationale kunstwereld in de 17e eeuw. Er was genoeg werkgelegenheid doordat er allerlei kerken en kloosters werden gebouwd. Maar de concurrentie voor jonge kunstenaars was daarom dus ook enorm. Er zijn twee jonge mannen uit Frankrijk die in die tijd een belangrijke plek hebben verworven in de geschiedenis van de klassieke schilderkunst. Dat zijn Nicolas Poussin en Claude Lorrain. Poussin kwam uit Parijs, maar werkte bijna zijn hele leven in Rome, waar hij geliefd was bij de machtige kunstverzamelaars. Dat kwam vooral omdat hij zijn best deed om de klassieke geschiedenis van die stad, van Rome dus, weer echt te laten leven. In dit schilderij zie je een bekend verhaal uit de geschiedenis van de stichting van die stad, vele eeuwen voor het begin van onze jaartelling. Het is de roof van de Sabijnse vrouwen. Links op het schilderij staat Romulus, de stichter en de eerste koning van Rome. Hij had alleen niet genoeg vrouwen in de stad om die bevolking op gang te brengen toen hij die stad had gesticht. Dus hij liet zijn bendes naar het land van de Sabijnen gaan om daar alle huwbare, dat betekent dus vruchtbare, vrouwen te ontvoeren. Dat is op zich niet een hele fraaie scène uit de geschiedenis van Rome, maar op de een of andere manier waren de Romeinen er wel trots op. En dat zie je in dit schilderij. Net als bij Raphaël, waar Poussin een grote liefhebber van was, is ook dit schilderij nauwkeurig verdeeld in wiskundige patronen. Kijk maar eens naar de driehoekscompositie die de drie figuren rechtsonder maken. Of hoe de staf van Romulus haaks staat op de zwaarden van zijn mannen, of de zwaaiende armen van de vrouw. Dit schilderij is super dramatisch. Dat zie je aan de pijn op de gezichten van de moeders die hun dochters verliezen en van de dochters die hun moeders verliezen. Maar het is het allemaal waard, laat Poussin zien, want op de achtergrond zien wij al het grandioze Rome, de grandioze Romeinse architectuur, zoals het allemaal zou gaan worden op het moment dat Poussin dit dus schilderde voor een belangrijke Romein. Niet alle schilderijen van Poussin over de geschiedenis van Rome zijn zo gruwelijk als deze. Hij heeft ook prachtige landschappen gemaakt en daar is ook, dat is waar hij ook echt bekend mee is geworden. Soms is het niet helemaal zeker of de figuren in zijn landschappen gewoon maar wat willekeurige mensen zijn of dat er een verhaal wordt verteld. Poussin's landschappen hebben wel altijd een hele mooie evenwichtige compositie. De horizontale en de verticale zorgen voor een bepaalde rust. En dan is er ook nog van alles te zien in de voorstelling. Dus ook Poussin kreeg in de 18e eeuw heel veel navolgers. En die noemen we dan weer Poussinisten. Poussins landgenoot in Rome, dat is Claude Lorrain, die probeerde de Griekse en de Romeinse verhalen wel in zijn landschappen te verwerken. Dus dan krijg je een soort combinatie van landschapsschilderkunst en historisch schilderkunst die eigenlijk vrij uniek is in de geschiedenis en dus ook door veel mensen in zijn eigen tijd en nu nog steeds wel, wordt gewaardeerd. Dit is bijvoorbeeld een scène uit het verhaal van de geschiedenis van Troje. Dat kennen we als het Paris-oordeel. Paris was een Trojaanse herder. Nou, hij was eigenlijk prins, maar hij was de vondeling gelegd, dus hij wist niet dat hij prins was. En die was uitverkoren door de goden om te beslissen wie de mooiste godin was. En uiteindelijk, langs allerlei scènes, zal dat leiden tot de vernietiging van zijn eigen stad. Wat meteen opvalt aan het werk van Claude is zijn gebruik van licht en donker. Zijn scènes worden altijd heel mysterieus verlicht, waardoor de landschappen een soort goddelijke gloed krijgen. Claude schept daarmee een soort ideaalbeeld van de klassieke oudheid. Dat is bijna letterlijk ook een soort gouden tijdperk waarin mensen en dieren samen in een vredige wereld leven. De Romeinse schrijver Virgilius schreef er al een boek over. En ook de beroemde dichter Petrarca in de 14e eeuw deed dat. En zij noemde dat tijdperk Arcadia. En zo'n landschap noemen we dus een Arcadisch landschap. Dit soort schilderijen waren heel populair bij de adel, want die fantaseerden natuurlijk graag over een gouden tijdperk. De grootste schilder van de barok uit Noord-Europa is Peter Paul Rubens uit Antwerpen. Daar kun je ook zijn geboortehuis nog bezoeken trouwens, het Rubenshuis, hangt heel veel kunst van hem.
Die Rubens komt qua beroemdheid en financiële rijkdom het dichtst bij Michelangelo, Titiaan en die anderen, want ook hij werkte voor de machtigste mensen van de 17e eeuw. Hij was gespecialiseerd in het populaire historiestuk en hij kende alles van de Bijbel, van de klassieke mythologie en van de geschiedenis van Europa. En Rubens werkte zo hard dat we nog ongeveer 1500 schilderijen van hem hebben en daarbovenop nog superveel tekeningen. Dat kon die Rubens natuurlijk nooit allemaal alleen doen. Dus hij had een enorme werkplaats met veel assistenten, soms wel 25. Maar Rubens was altijd degene die de ontwerptekeningen maakte. Hij was net als Leonardo en Michelangelo ook een geweldige tekenaar. En je zou kunnen zeggen dat hij ook een uomo universale was. Hij werkte namelijk ook als diplomaat. Hij was bezig met vrede sluiten in heel Europa. En hij had de grootste boekenkast van heel Vlaanderen. Als we naar deze tekening van Rubens kijken, dan zie je goed dat hij op zoek is naar de juiste manier om expressies van mensen weer te geven. Als voorbeeld heeft hij Leonardo's laatste oordeel genomen. En die gebruikt hij om lichaamsbewegingen en perspectieven te oefenen. We zien dezelfde figuur bijvoorbeeld vanuit verschillende hoeken. De tekst in het Latijn rechtsboven op dat papier is een soort boodschap aan zichzelf, waarin hij zegt dat de armgebaren van de figuren nog groter moeten. Rubens heeft veel altaarstukken en religieuze schilderijen gemaakt voor de katholieke kerk, vooral kerken in Antwerpen. Dit schilderij van de heilige Thomas is er eentje uit de groep van 13. Het waren namelijk de 12 discipelen en Christus zelf. En toen hij die serie schilderijen maakte, was hij net terug uit Rome en erg onder indruk van het werk van Michelangelo dat hij daar had gezien. En als je goed kijkt naar deze apostel, dan zie je ook dat hij er meer uitziet als een Zeus of een Poseidon dan als een christelijke apostel. Als we even inzoomen op de baard, dan vallen twee dingen op. Zo zijn al die haartjes stuk voor stuk heel fijn geschilderd met een heel dun penseel. Misschien wel één varkenshaar. En je ziet dat Rubens een oranje ondergrond heeft geschilderd waarop het wit van die baard heel goed uitkomt. En als tweede vallen verschillende richtingen van die haren op, zowel naar binnen gedraaid als naar buiten. En die verschillende bewegingen door elkaar die geven het werk heel veel volume. Hier zien we Clara, dat is Rubens' eerste kind. Ze is hier een jaar of 5. En zijn schilderijen van zijn eigen familie zitten vol liefde. Nou, hier heb ik verder niet zo heel veel bij, maar ik wilde deze gewoon even laten zien. Omdat hij zo ontzettend mooi is. En omdat ik net ook zelf vader ben geworden. Dus dan ga je daar een beetje aan kunnen relateren. Maar goed, mythologische taferelen waren toch wel Rubens' specialiteit. Zo zien we hier de Griekse zonnegod Helios, die elke dag in zijn zonnewagen langs de hemel rijdt om het licht te laten worden. Helios had een zoon, Phaeton. En eigenlijk mocht niemand in die zonnewagen rijden, maar na lang zeuren mocht Phaeton toch een rondje maken. Nou, dat kon hij natuurlijk helemaal niet. Dus hij liet die teugels los en de kar stortte neer op de aarde, waarna er een enorme brand uitbrak. Nou, dat zie je rechtsonder, hè, die brandende aarde. En Zeus, de oppergod, die gooide snel een bliksemschicht richting de wagen om te voorkomen dat meteen ook de hele aarde in de fik zou vliegen. En daarbij werd helaas ook die overmoedige Phaeton gedood. Dit is echt een van de hoogtepunten van de barokschilderkunst, want op dit schilderij gebeurt van alles. Alles beweegt, alles draait. Kijk naar die bliksemschicht van Zeus, kijk naar die stijgerende paden. Dit moet hij wel heel nauwkeurig voorbereid hebben met studies en schetsen. En met behulp van al zijn assistenten. De andere grote Vlaamse schilder uit de baroktijd is Antony van Dijk. Misschien was hij een leerling van Rubens geweest, dat weten we niet helemaal zeker. Hij was in elk geval een heel groot talent toen hij nog maar een kind was. En op zijn 22e had hij al meer dan 160 werken gemaakt. En ook geen kleine werkjes. Hier zie je bijvoorbeeld een voorstelling van Christus die zijn kruis draagt. En daarin zien we natuurlijk de invloed van Rubens heel erg goed. En ook hier gebeurt van alles. Van Dijk laat het moment zien dat Christus valt, omdat hij het zware kruis niet meer kan dragen. De armen van de mensen om hem heen zwaaien alle kanten op. En Christus kijkt hulpeloos naar zijn moeder.
Van Dijk schilderde dit doek toen hij pas 19 was. Het werk hangt samen met 14 andere schilderijen in een kerk in Antwerpen. Dus het feit dat hij al op zo'n jonge leeftijd tussen allerlei andere grote schilders mocht hangen op zo'n belangrijke plek, in een openbaar toegankelijke plek, notabene, ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Die Van Dijk heeft tijdens zijn carrière vooral portretten geschilderd. Dat werd over het algemeen als een minderwaardig genre beschouwd. Maar Van Dijk was er de beste in, dus dan valt het toch weer mee. Dat Van Dijk portret schilder werd, had ook te maken met de aanwezigheid van Rubens in de stad. Die liet natuurlijk maar weinig ruimte voor andere schilders om carrière te maken. Dit is een portret dat Van Dijk schilderde in 1621. Dit zijn Susanna Foment en haar dochter. Zij behoorden tot de rijke burgerij in Antwerpen. Hier hebben we voor het eerst te maken met een nieuwe groep opdrachtgevers, naast de adel en de kerk. En dat is te zien aan de wijze waarop Van Dijk moeder en dochter heeft afgebeeld, met name in de kleding die op dat moment in de mode was bij de burgerij, zoals die molensteenkraag. Het belangrijkste deel van zijn leven werkte Van Dijk aan het hof van koning Karel I van Engeland, waar hij de belangrijkste hofschilder was. Daarom noemen we hem ook vaak Anthony van Dyck. En toen hij in Engeland werkte, maakte hij dit portret van de hertog van Richmond. Dat was het neefje van Karel, dus ook adel. Nou, dat zit vol met symboliek. Op zijn mouw zit een grote zilveren ster. Ook weer zo'n symbool van een of andere adellijke Europese club. Maar er is natuurlijk ook die hond. Vaak staat een hond op een portret voor trouw. En als het ook nog een jachthond is, zoals deze, dan horen ze bij de adel. Die gingen jagen met dit soort honden. Dus op dit schilderij kan het naar beide zaken verwijzen. Trouw of dat hij van adel is. Of het kan gewoon de favoriete hond van de hertog zijn. Maar dan nog, die onderdanige houding van die hond, die laat wel zien dat Richmond als edelman een soort door God gegeven dominantie heeft. Niets is voor niets in kunst, hè? Van Dijk bepaalde voor het grootste gedeelte de smaak van de Engelse adel in de 17e eeuw. Een portret van hem aan de muur. Een portret gemaakt door hem dus aan de muur. Eventueel samen met een landschap van Claude Lorrain. Ja, dat was een onmisbaar element in het landhuis van een hertog of een prins. In de tijd dat Van Dijk hofkunstenaar was van Engeland, was Diego Velázquez die van Spanje. Hij was maar liefst 37 jaar in dienst van de Spaanse koning. Vergelijk dit portret van een hoveling in Madrid maar eens met dat portret van Van Dijk. Het enorme decor in die schilderijen van Van Dijk. Zuilen, doeken. Dat maakt bij Velázquez plaats voor een egaalbruine achtergrond, waardoor dat rode kruis van weer een of andere ridderorde op die kleding van deze Don Pedro de Barberana extra goed opvalt. Dit is een van de meesterwerken van Velázquez, dat sinds de 18e eeuw de spinners wordt genoemd. Daarop afgebeeld zijn vrouwen in een tapijtfabriek, wat hoorde bij het Spaanse hof. Althans, dat dacht men lange tijd, maar dat blijkt een verkeerde interpretatie te zijn. In inventarislijsten uit de 17e eeuw blijkt dat Velázquez een mythologisch verhaal heeft geschilderd, namelijk dat van de godin Athena en de sterveling Arachne. Die zien we in de achtergrond. Athena kan je herkennen aan haar helm. Volgens het verhaal had Arachne de godin uitgedaagd voor een wedstrijd wie het beste kon weven en verloren. En daarop veranderde Athena haar in een spin. Daar komt een soort arachnofobie, angst voor spinnen, vandaan. Achter Athena en Arachne is een tapijt te zien. Het lijkt of de figuren op dat tapijt staan, maar dat tapijt hangt dus achter die figuren. Dat weten we omdat Velázquez dat tapijt had gebaseerd op een schilderij van Titiaan dat in het bezit was van de koninklijke familie in Madrid. En dat werk was weer gekopieerd door Rubens, die een atelier deelde met Velázquez toen die in Madrid woonde. En Rubens' kopie die hangt daar nu naast Velázquez' schilderij van Arachne in het Prado Museum. Nou, als je het wel nog volgt, hartstikke goed. Maar zo werkt kunstgeschiedenis dus een beetje. Nou, die Velázquez was niet zo'n klassicist als vele andere kunstenaars in de 16e en de 17e eeuw. Hij had wel kennis natuurlijk van de klassieke oudheid.
en de artistieke technieken van de Renaissance. Maar in zijn werk laat hij veel meer ook de werkelijkheid zien. Dat is ook de reden dat lange tijd werd gedacht dus dat die voorstelling van Arachne een tafereel was uit de werkelijkheid van die tijd, namelijk die fabriek op dat moment bij dat hof. Maar wat Velázquez daar dus eigenlijk doet, is een mythologisch verhaal nemen en dat presenteren alsof het zich daar in zijn eigen tijd afspeelt, met eigen tijdse kleding en gereedschap. En misschien waren die vrouwen in het echt ook wel de kleermakers van het paleis. De impressionistische kunstenares Marie Cassatt zei ooit: "Mijn hemel, het lijkt wel of je zo het schilderij in kunt lopen." Nou, en als een impressionist dat zegt, dan zal het ook wel echt zo zijn. Dit is Velázquez' meesterwerk, een beetje de nachtwacht van Spanje. Het is bijna 3 meter hoog en laat de scène in het Koninklijk Paleis zien in het jaar 1656. Velázquez zelf staat er ook op, terwijl hij aan het schilderen is aan een groot doek. We zien natuurlijk niet wat hij schildert, maar het zou een portret kunnen zijn van dat meisje vooraan in het midden. Of misschien is het wel het schilderij waar wij naar zitten te kijken. Nou, dat meisje heet Margarita. Margaretha. Zij was de dochter van koning Philips IV van Spanje en zijn vrouw Isabella. Die zijn ook te zien, namelijk helemaal daarachter in de spiegel. En die spiegel had hij weer geleend uit dat portret van meneer en mevrouw Arnolfini, wat Jan van Eyck had gemaakt. Hè? Dus het zou ook kunnen zijn dat Velázquez heeft geschilderd dat Velázquez hen aan het portretteren is. Het werk staat bekend als Las Meninas, en dat is een woord dat werd gebruikt voor de speelkameraadjes van een prinsesje, en die staan er natuurlijk ook op. Als een soort regisseur zorgt Velázquez ervoor dat de blik van de toeschouwer eigenlijk maar 1 kant op kan gaan, namelijk naar dat prinsesje. 2 figuren aan de zijkant, inclusief Velázquez zelf, die kijken ons aan, en daarna staan 2 meninas die naar Margaretha kijken, en zij staat in het midden en zij trekt alle aan. Spanje, zeker in het zuiden, was in die tijd door en door katholiek. Dus er was ook veel vraag naar hele religieuze werken. En daar verdiende Francisco de Zurbarán daar ook, dan ook zijn geld mee. Zijn grootste opdracht kreeg hij van het klooster van Guadalupe. Die bestelde bij hem in 1638 een serie schilderijen om het klooster mee te decoreren. Nou, er zijn maar weinig schilders die zo'n extreem licht-donker contrast laten zien als Zurbarán. Is nog extremer dan toch de meester van het licht-donker contrast, Caravaggio zelf. Dat zie je bijvoorbeeld al in dit schilderij van een thema dat we inmiddels wel vaker hebben gezien, hè? Maria en Christus en Johannes de Doper. Het is overigens best een klein schilderijtje. Het kwam te hangen in een kleine ruimte in het klooster waar mensen privé konden gaan bidden. En hier gaat het veel meer om dat spel met licht en donker dan om de sprekende kleuren of de uitbundige decoratie. Zurbarán is natuurlijk bij lange na niet zo beroemd als Michelangelo of Raphaël, die voor grote kerken werkte en enorme muren moesten beschilderen. Zurbarán wist precies hoe hij met een klein werkje een intieme ruimte kon vullen. En dan werkt dat chiaroscuro natuurlijk heel goed, veel beter dan op een grote wand in een grote kapel. Opvallend genoeg is dit het bekendste werk van Zurbarán geworden. Het is een afbeelding van een lammetje. Zijn poten zijn samengebonden omdat hij geofferd gaat worden. Dus de voorstelling is super eenvoudig. Het is 1 onderwerp en verder niets. De vacht van het lam tegen die pikzwarte achtergrond, die geeft het iets heiligs, waardoor het lam meer wordt dan alleen een offerdier. Bovendien wordt in de christelijke geschiedenis het lam vaak gebruikt als metafoor voor Christus, die ook geofferd werd. Maar daar hebben we al zoveel schilderijen van. Hè? Dan is dit lam wel echt uniek. Hij is misschien niet zo bekend in het buitenland als Rembrandt en Vermeer, maar Frans Hals was in de 17e eeuw zeker zo beroemd. Hij was geboren in Antwerpen, maar was met zijn ouders naar Haarlem gevlucht tijdens de 80-jarige oorlog. En door de komst van onder andere Vlaamse kunstenaars zoals Frans Hals groeiden de steden in het noorden van Holland en werden ze belangrijke artistieke centra. Hals was een specialist in portretten, niet alleen van individuen, maar ook van groepen. Dat zie je in dit zogenaamde schuttersstuk. Een schuttersstuk is een groepsportret van een schutterij. Dat waren een soort vrijwillige legers bestaande uit mannen uit de elite.
En als ze nodig waren om bijvoorbeeld de stad te beschermen, dan deden ze dat. Maar de rest van de tijd konden ze dan in mooie kleren rondlopen en samen een beetje bier zuipen. En dan liet ze dus dit soort enorme groepsportretten maken om in hun zuipketenen en hun sociëteit op te hangen. En Frans Hals zelf zat trouwens ook bij twee van die schutterijen. Nou, dit is een schutterstuk van de Magere Compagnie onder leiding van de Reinier Reaal. Dat is de man die daar links zit. De plek die iemand kreeg op het doek hing af van hoeveel hij de schilder betaalde. En toen Hals in 1637 ongeveer halverwege was met het doek, toen vonden de leden van de Magere Compagnie dat het allemaal wat lang duurde. Dus toen werd het werk afgemaakt door Pieter Kodde. Die kon dat kennelijk wat sneller. Maar omdat kunstenaars per figuur betaald kregen, was dit voor Frans Hals dus een redelijke financiële tegenvaller. De individuele portretten van Hals die zijn wel wat anders van vormgeving dan we over het algemeen zien in de 17e eeuw. Hij gebruikte snelle, brede penseelstreken om zijn figuren af te beelden, waardoor ze heel levendig worden in plaats van serieus en stijf, zoals die portretten uit de 16e eeuw. En daardoor werd ook Hals in de 19e eeuw heel populair bij de impressionisten. Dat zie je goed bij dit portret van een prominente inwoner van Haarlem op dat moment, de zekere Nicolaas Pieters. Hij staat nonchalant met zijn hand in zijn zij en het lijkt alsof hij door Frans Hals betrapt wordt. Pieters was rijk geworden als de eigenaar van een bierbrouwerij en daar is hij zo te zien behoorlijk trots op. Het lijkt alsof Hals toevallig voorbij kwam en zo onder de indruk was van het bier wat hij kreeg van Nicolaas dat hij hem snel eventjes heeft geportretteerd. Het is een beetje alsof als een fan die een foto van zijn idool maakt. Om Rembrandt kunnen we natuurlijk niet heen. Hè. Hij kon alles, landschappen, stillevens, portretten, historische stukken, religieuze doeken. En hij werkte niet alleen met verf en doek, maar ook met houtskool of zilverstift. Hij maakte etsen en gravures en veel zelfportretten. Dit is er eentje maakte die maakte toen hij een jaar of 21, 22 was. In die tijd was het in de mode bij de elite om portretten te laten maken in historische kostuums. En dat is Rembrandt aan het oefenen met dit zelfportret. Bij zijn nek zie je een deel van een harnas. En hij heeft een uitbundige gezichtsuitdrukking, alsof hij zo uit een stuk van Shakespeare komt gelopen. En de manier van schilderen lijkt Rembrandt te hebben overgenomen van Frans Hals. Met die spontane penseeltoetsen. En dat maakte van Rembrandt ook al een van de meest gevraagde kunstenaars van Amsterdam. Hij heeft zijn hele leven zelf portretten getekend en geschilderd. Dat deed hij niet per se voor de verkoop, maar vooral te oefenen. Deze maakte toen hij jaren 35 was. Je ziet dat zijn stijl een stuk rustiger is geworden. Rembrandt was steeds meer geïnteresseerd in het innerlijk van mensen in plaats van het uiterlijk. Hij baseerde zijn houding op een portret van Raphaël uit 1615. En dat was in 1639 in Amsterdam op een veiling te koop aangeboden. En was overigens voor een gigantisch bedrag uiteindelijk ook verkocht. Want Raphaël was nog steeds een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars. Dit werk van Rembrandt staat bekend als het Joodse bruidje. Maar wie deze man en vrouw echt zijn, is nooit helemaal duidelijk geworden. Lange tijd werd gedacht dat de twee figuren uit het Oude Testament moesten voorstellen. Isaac en Rebecca. Maar sinds een paar jaar zijn steeds meer kenners van mening dat het een echt huwelijksportret is uit Rembrandts eigen tijd. En dat de man en de vrouw historische kleding aan hebben getrokken. Maar dat doet er eigenlijk niet heel erg veel toe als je kijkt naar de vormgeving van het werk zelf. Dit werk is namelijk technisch subliem. Ook al lijkt het helemaal niet op die volmaakte schilderijen van Raphaël of Leonardo. Kijk maar eens naar die gouden mouw van de man en die rode jurk van de vrouw. Rembrandt heeft de verven daar heel dik opgesmeerd. Niet met een penseel, maar met een paletmes. Dat noemen we met een Italiaans woord impasto. En daarmee gaat dat hele schilderij leven, omdat het een soort, het krijgt een soort diepte, letterlijk ook. Hè? Er komt een soort relieflaag op. Nou, dus het slaat eigenlijk helemaal nergens op om hier naar dit plaatje te gaan zitten kijken, want dan zie je dat dus niet. Dus ga vooral een keer naar het Rijksmuseum, mensen. Daar hangt hij. Rembrandt is niet alleen beroemd geworden met zijn schilderijen, ook zijn etsen en tekeningen hangen in musea over de hele wereld.
Dit is de grootste van allemaal. Die hangt in het op 3 na grootste museum in de wereld. Het Metropolitan in New York. Het is een etch die gemaakt is in de zogenaamde droge naaldtechniek. Nou ja, het is dat daarmee krast hij eigenlijk in de... krast hij die voorstelling in spiegelbeeld in een koperen plaat. En daar maakt hij dan een afdruk van op papier. En als hij dan nog een fout zag, dan maakt hij nog een aanpassing op die koperplaat. En drukt het opnieuw af. En dat heeft hij dus 5 keer gedaan. Want alle 5 die afdrukken hebben we nog. En die zijn dus steeds net een tikkie anders. Wat stelt het voor? Het is een bekend tafereel natuurlijk. De kruisiging van Christus. En het licht uit de hemel schijnt op de mensen naast hem. Waaronder natuurlijk zijn moeder Maria. Rembrandt beeldt zelfs een Romeinse soldaat af die inziet dat zij een goddelijke persoon hebben gekruisigd. En dan wordt het interessant. Want als we kijken naar een latere versie, dan zien we dat Rembrandt heeft besloten om het licht een beetje te dimmen. Er komt duisternis over de aarde op het moment dat Christus sterft. Naast Frans Hals en Rembrandt is de derde grote meester uit de Hollandse 17e eeuw Johannes Vermeer. Van hem hebben we niet meer dan 35 schilderijen over en vermoedelijk heeft hij er ook niet zo gek veel meer gemaakt. Vermeer werkte net als bijvoorbeeld El Greco in een behoorlijk unieke stijl en dat maakte hem nog altijd super populair, ook in het buitenland. Zoals je weet verschilde de Republiek Holland veel van andere landen in Europa in de 17e eeuw. Het werd geleid door rijke burgers en niet door koningen of hertogen. De burgerij was dan ook veel groter dan in landen waar dat wel zo was. Dat betekent ook dat er een andere smaak was in de kunst. Andere opdrachtgevers willen nou eenmaal andere dingen zien. Al werden er in Holland natuurlijk ook gewoon schilderijen van Christus gemaakt. Vermeer was een schilder die aan die specifieke vraag kon voldoen. Hij schilderde geen werk om in kerken of paleizen op te hangen, maar voor in de woonhuizen van burgers. Dit schilderij uit 1660 bijvoorbeeld, dat is maar 40 bij 35 centimeter. Daarop zien we een kamer die verlicht wordt door licht uit het raam links. En in de kamer zit een vrouw in een elegante jurk. Het lijkt alsof Vermeer hier een alledaags tafereel uitbeeldt. En dat is het in feite ook. Zo'n werk noemen we een genre-stuk. Maar toch is over de vormgeving heel nauwkeurig nagedacht. Kijk naar het evenwicht dat Vermeer aanbrengt in horizontale en verticale lijnen. Achter de vrouw hangt een donkere lijst met de schilderij van het laatste oordeel. Voor de vrouw hangt een spiegel en ze is aan het werk aan een tafel. Precies in het midden van het doek houdt de vrouw een weegschaaltje vast. En uit röntgenonderzoek op dit schilderij weten we dat Vermeer vaak dingen in zijn compositie nog verplaatste om het evenwichtiger te maken. Dus die weegschaal, ja, die is dan wel heel mooi symbolisch. Ook kleuren houden elkaar in evenwicht. Het gouden gordijn links spiegelt met de goudkleurige onderjurk van de vrouw. En dat geldt dus ook voor blauw van het tafelkleed en haar kleding. Misschien zul je dan dus begrijpen dat Piet Mondriaan in de 20e eeuw een hele grote liefhebber was van het 17e eeuwse werk van Vermeer. Dit is een ander werk van Vermeer uit ongeveer dezelfde periode. In de voorstelling zien we iets wat in die tijd wel vaker gebeurde. De schilder maakt een soort verwijzing naar die andere belangrijke kunstvorm in de Renaissance, namelijk de muziek. Deze vrouw zit met haar luid in ongeveer dezelfde ruimte als de vrouw met de weegschaal en met hetzelfde soort licht door het raam. Dat is gewoon een beetje het ding van Vermeer en daarom vinden veel mensen het ook zo mooi wat hij heeft gemaakt. Dit soort verwijzing naar musiceren past in de protestantse moraal van de burgerij in Holland. Het verwijst naar toewijding en naar harmonie. Net als bij het vorige werk geeft Vermeer ons hier ook de indruk dat we stiekem voyeurs zijn, dat we kijken naar een persoon die met privézaken bezig is. Soms zijn de personages verzonken in hun bezigheden, maar soms kijken ze ons ook aan, alsof ze het stiekem wel fijn vinden dat we meekijken. Maar we mogen niet meedoen. Tijdens de 16e en de 17e eeuw werd de mode in de kunst bepaald in Italië. Maar rond 1700 begon het te veranderen en kwamen de esthetische normen niet per se meer uit Italië, maar uit Parijs.
Daar woonde op dat moment de machtigste man van Europa, koning Lodewijk XIV van Frankrijk. Hij was in 1643 aan de macht gekomen en hij zou die 70 jaar vasthouden. Tijdens zijn heerschappij stond het idee van absolute vorsten in Europa steeds meer onder druk. Wat was precies de reden dat de adel niets hoefde te doen om aan de macht te komen en te blijven? Om zijn alleenheerschappij te verantwoorden investeerde Lodewijk daarom veel in architectuur, in beeldhouwkunst en schilderijen met maar één doel in gedachten: laten zien dat de adel er echt nog wel toe deed. En daar was hij natuurlijk het middelpunt van. Vanuit die gedachte komt er een kunststroming op die we Rococo noemen. In feite is de kern van Rococo-schilderijen om te laten zien dat de elite ook best wel gezellig en frivol kon zijn. En dat dus wel in een klassieke stijl. Een van de twee belangrijkste schilders uit de Rococo-tijd is Antoine Watteau. De scènes van Watteau spelen zich bijna altijd af in de buitenlucht, waar we adellijke mannen en vrouwen zien wandelen, praten, muziek maken, etc. En op de een of andere manier zien we deze hovelingen altijd als een soort opgewonden typjes. En dan opgewonden ook in de zin van seksueel opgewonden. De sfeer van Watteau's schilderijen doet wel wat denken aan het Venetiaanse werk van Titiaan of van die Arcadische landschappen van Claude Lorrain. Hier zien we schilderijen met de titel Volmaakt Samenspel. Daarop zijn twee stelletjes te zien. Het ene stelletje zit en het andere stelletje wandelt wat rond. En er ligt een luidspeler in het gras. Dus waarschijnlijk zijn we in een park. En een van de mannen speelt op een fluit terwijl hij bladmuziek leest die zijn vrouw vasthoudt. En net als bij Vermeer zie je ook weer, muziek zorgt voor verbinding, ook in de liefde. Watteau heeft ook veel schilderijen gemaakt met als thema de Commedia dell'arte. Dat was een Italiaans theatergezelschap uit de Renaissance dat voorstellingen maakte voor het volk, dat door Europa reisde, dus ook in Frankrijk waren ze te zien. Watteau's beroemdste schilderij is een portret van zo'n acteur uit de Commedia dell'arte. En is heel opvallend omdat de figuur, wat we noemen, ten voeten uit is afgebeeld. En dat is iets wat je maar zelden ziet bij klassieke portretten. Daarom zijn die twee portretten van Rembrandt ook zo beroemd nu. Hè? Die Marten en Opium in het Rijksmuseum. Omdat die ten voeten uit zijn geschilderd. Heel uniek. De andere grote Rococo-schilder uit Frankrijk is François Boucher. Hij werkte heel lang aan het hof van de zoon van Lodewijk XIV, koning Lodewijk XV. In dit schilderij zien we de godin Venus omringd door allerlei vliegende baby's. Het is diezelfde Venus als die in het schilderij van Botticelli op haar schelp aan land komt. Maar bij Boucher ligt de hele kustlijn bezaaid met naakte lichamen. In het dagelijks leven liep de adel en de rijke burgerij in strakke corsetten. Maar op het schilderij van Boucher was van bedekkende kleding en kuisheid maar weinig sprake. Vandaar ook dat dit soort schilderijen maar zelden te zien waren buiten de privévertrekken van de opdrachtgevers. En daarom is Rococo dus ook nooit echt een internationale stijl geworden. Mensen uit andere landen konden het niet zien om zich daardoor te laten inspireren. En zeker in Engeland vonden ze het maar lachwekkend wat die Watteau en vooral Boucher deden. De schilder William Hogarth die maakte een paar satirische verwijzingen naar dat stoute werk van zijn Franse collega's, zoals je hier ziet in deze twee tekeningen, getiteld Before and After. Daarop is een man overduidelijk aan het proberen om een vrouw te versieren. Of ja, dat probeert hij before, maar after de weigering lijkt het meer op een aanranding. Zij probeert te vluchten, stoot een tafel om en ook zijn pruik vliegt daarbij van het hoofd af. Hogarth maakte dit werk in de tijd dat de bevolking van Londen enorm toenam. In Engeland was de industriële revolutie aan het beginnen, de 18e eeuw. En dat zorgde ervoor dat veel mensen van het platteland in de steden gingen wonen. En dat zorgde weer voor een enorme toename in alcoholgebruik, vaak ook alcoholmisbruik, zoals je hier ziet in Hogarth's tekening van Gin Lane. En dat leidde weer tot huiselijk geweld, zoals we daarnet zagen. Hogarth is een van de weinige klassieke kunstenaars die echt maatschappijkritiek uitte en is daarmee een van de eerste geëngageerde kunstenaars.
Zijn werk werd in de 18e eeuw vaak getoond in de etalages van winkels. Dus je zou kunnen zeggen dat Hogarth een beetje de 18e eeuwse Banksy is. In dat opzicht is het ook wel aardig om deze nog even te bekijken. Die heeft als titel The Bench. Speelt zich af in een rechtszaal. Hogarth laat een groep rechters zien die niet echt geïnteresseerd lijken in de zaak waar ze naar moeten luisteren. Boven de rechters heeft Hogarth nog een aantal hoofden getekend, maar die heeft hij niet helemaal afgekregen. Sommige had hij gebaseerd op personages in Leonardo's laatste oordeel. Nou, waarom hij dat deed is niet helemaal duidelijk, maar de tekst onder de tekening kan ons een beetje helpen. Daar staat: Caricature was about comical resemblance. The face is the index of the mind. Een van de belangrijkste historische gebeurtenissen in de Europese geschiedenis is natuurlijk de Franse Revolutie. Die begon in 1789 en zorgde voor grote veranderingen op politiek en maatschappelijk gebied. Eerst in Frankrijk, maar daarna in heel Europa. In feite komt het erop neer dat de adel en de kerk bijna helemaal van hun macht werden ontdaan. Dus als de rococo-kunst het eerste artistieke slachtoffer, hè, die frivole afbeelding van die wandelende en blokfluit spelende adel, daar zat natuurlijk helemaal niemand meer op te wachten. Nou, waar zat men dan wel op te wachten? Dat was een stroming die we kennen als neoclassicisme. De beste kunstenaar om het neoclassicisme mee uit te leggen is Jacques-Louis David. Die was geboren halverwege de 18e eeuw in Parijs. Hier zie je een schilderij van een van zijn leerlingen. Daarop zie je David aan het werk in zijn atelier. En uiteraard had hij ook in Italië gestudeerd, dus David had heel veel verstand van de klassieke oudheid. Dat zie je in dit werk uit 1787, De Dood van Socrates. Dat was een oude Griekse filosoof, Socrates. En die werd door de machthebbers van Athene veroordeeld tot het drinken van de gifbeker, omdat hij de goden niet erkende. En volgens Socrates' leerling Plato zou die op dat moment gezegd hebben: ik heb begrepen dat men moet sterven in stilte. Nou, de wijze waarop Socrates zonder tegenstand de gifbeker leeg gaat drinken laat zien dat hij niet van plan was om zijn principes op te geven. En daarom is dit schilderij het symbool geworden voor oprechtheid en zelfopoffering. Het gezicht van Socrates had David gebaseerd op klassieke bustes die van Socrates bestonden. Dus hij wist ongeveer hoe hij eruit zag. En de scène speelt zich af in een kerker. Maar er schijnt toch nog wel licht op die veroordeelde filosoof. Zo zien we goed dat perfecte klassieke lichaam van die oude Socrates. Volgens Bruno was hij een jaar of 70. David doet hier wat eerder Raphaël ook al deed. Hij idealiseert zijn figuren zodat ze een bepaalde goddelijkheid krijgen. Om Socrates heen zijn volgelingen afgebeeld die een allemaal keurig gerangschikt tot een mooie compositie. In de context van de Franse Revolutie die eraan zat te komen, wordt dit schilderij een oproep aan het volk om te strijden dus voor hogere idealen. Zelfs als dat betekent dat je dat moet bekopen met de dood. En daar speelde Jacques-Louis David zelf ook een rol in. Hij was lid van de Jacobijnen, een radicale, extreem linkse organisatie. En hij was bevriend met de revolutionaire Robespierre en Marat. En Davids portret van de gestorven Marat is dan ook het beeld geworden van die revolutie. Na die revolutie kwam er toch weer een soort chaos in Frankrijk. En in die chaos greep Napoleon de macht en David had zich inmiddels weten op te werken tot zijn vaste schilder. Veel van zijn bekende portretten zijn dan ook door hem gemaakt. Het is bijzonder om te zien hoe een soldaat uit het revolutionaire leger, Napoleon dus, het onder andere dankzij dit soort portretten in korte tijd kon schoppen tot een vergoddelijkte keizer. David was wel politiek betrokken, maar echt geëngageerd zoals Hogarth kun je hem toch niet noemen. En ook niet zo geëngageerd als de Spaanse schilder Francisco Goya. In 1774, toen hij 28 was, ging hij werken aan het hof van de Spaanse koning, net als Velázquez anderhalve eeuw daarvoor. En daar ontwierp hij voorstellingen voor tapijten en die werden dan weer door wevers gemaakt. Deze uit 1786, die was gemaakt voor de dinerzaal in het paleis van de prins van Spanje. En Goya pakt hier nog net, zoals je ziet, het laatste stukje van die
rococo-stijl mee. Maar toch is dit werk niet zo onschuldig als het lijkt. Niet zo onschuldig als die rococo-tafereeltjes. Want je weet dat de Franse revolutie eraan zat te komen. Dat de Franse koning daar onthoofd zou gaan worden. Tenminste, dat weten wij nu. En dat was weer familie van de Spaanse koning bij wie Goya in dienst was. Dus kijk even naar de blik van die vrouw en de manier waarop het avondlicht rondom haar hoofd valt. Ze maakt zich zorgen of ze binnenkort haar druiven nog wel kan voeren aan die edellieden die aan haar voeten liggen. De arbeiders op het platteland, die staan klaar om hun kans te grijpen. En hier zien we al wat voorzichtig engagement bij Goya. Goya maakte ook veel tekeningen en etsen die tijdens zijn leven al los of in bundels werden uitgegeven. Hij werd bekend, of misschien wel eerder berucht, met een serie tekeningen getiteld Los Caprichos. Dit is een van die tekeningen waarop een gearrangeerd huwelijk is afgebeeld. Iets wat in adellijke kringen heel veel voorkwam, nog steeds wel. De jonge vrouw wordt omringd door 4 personen, waarschijnlijk haar aanstaande man, haar vader en moeder en de priester. Iedereen wordt beter van het huwelijk, behalve de vrouw zelf. Goya maakt zich na 1800 grote zorgen om de invloed van Napoleon in Spanje en de brute oorlogen die hij daar voerde. Daar gaat dit schilderij over. Het is een waargebeurde scène van 3 mei 1808. Toen marcheerden de troepen van Napoleon Madrid binnen, waar ze elke tegenstander fusilleerden. Of Goya dit echt heeft gezien, dat weten we niet, maar hij schilderde dit pas toen de Franse soldaten Madrid 6 jaar later weer verlaten hadden. Kijk eens naar de ogen en de handen van de man die neergeschoten gaat worden. Daar focust het drama zich. Naast hem liggen heel onklassiek, anonieme lichamen. En hij staat erbij als een soort Christus die aan het kruis hangt. Nou, daar hoefde Goya niet heel veel voor te doen. Die verwijzing die herkenden mensen in de 19e eeuw ook nog wel. Het is je hopelijk opgevallen dat er nog geen enkele vrouwelijke kunstenaar voorbij is gekomen. Nou, daar kan ik niet zoveel aan doen. Die waren er tot ongeveer 1800 nou eenmaal niet zoveel. Van vrouwen werd niet verwacht dat ze artistieke carrières nastreefden, net zo goed als dat ze geen advocaat of dokter konden worden. Om in de Renaissance een kunstenaar te kunnen worden, moest je gaan leren en werken bij een meester. En dat zat er voor veel meisjes die moesten helpen in het huishouden niet in. Toch waren ze er wel en in de 21ste eeuw krijgt hun werk steeds meer aandacht van kunstverzamelaars en van kunsthistorici. Van de vrouwelijke kunstenaars die er zijn wordt inmiddels gezien dat de artistieke kwaliteit vaak net zo hoog is als van hun mannelijke tijdgenoten. Dit is bijvoorbeeld Sofonisba Anguissola. Zij was tijdens de Renaissance een belangrijke kunstenaar in Noord-Italië. Ze was van adel. En ze had dus de gelegenheid om niet te hoeven koken en schoonmaken. En daardoor kon ze gaan werken aan het hof van Philips II in Spanje. Maar dan natuurlijk wel voor zijn vrouw. De roem van Sofonisba was zo groot dat ze op latere leeftijd zelfs geportretteerd werd door Anthony van Dijk. De beroemdste vrouwelijke schilder uit de Renaissance is Artemisia Gentileschi. Zij was een Caravaggist. Dus bij haar herkennen we ook de stijl van de grote Caravaggio. Aan het werk van Artemisia kun je zien dat ze een vrouw was, omdat ze vaker voorkomende thema's echt schildert vanuit vrouwelijk perspectief. Haar vrouwen zijn geen stereotypes, maar krachtige, zelfstandige personen. Tijdens haar jeugd was Artemisia verkracht door een bekende schilder met de naam Agostino Tassi, bij wie ze lessen volgde in perspectiefschilder. Van die rechtszaak zijn de documenten bewaard gebleven en daaruit blijkt dat Tassi maar 8 maanden de cel in moest. Nou, niet lang na deze gebeurtenis schilderde Artemisia een voorstelling van het Bijbelse verhaal van Judith en Holofernes. Volgens het verhaal bevrijdde Judith haar stad van de vijandige generaal Holofernes door hem te verleiden, dronken te voeren en vervolgens te onthoofden. Ook Rubens en Caravaggio hadden dit verhaal al geschilderd, maar bij Artemisia is het extra gewelddadig. En die vrouwen lijken er plezier in te hebben om die man te mishandelen.
Van de 15e tot en met de 18e eeuw werkten kunstenaars altijd in opdracht. Dus alle werken die je voorbij hebt zien komen, zijn gemaakt voor een opdrachtgever. Vaak de kerk, vaak de adel, soms een belangrijke organisatie. In de loop van de eeuwen werd er wel steeds meer werk voor de vrije markt gemaakt, maar dat begint pas echt in de 19e eeuw die klassieke opdrachtgevers te vervangen. In de Renaissance was kunst ook iets om te verzamelen. Openbare museums bestonden nog niet. Ook dat gebeurt pas echt in de 19e eeuw. Dus alle kunst bevond zich in villa's, paleizen, kerken, etc. Opdrachtgevers hadden een belangrijke stem in hoe het werk eruit moest komen te zien. Er bestaat bijvoorbeeld een contract uit de 15e eeuw waarin de opdrachtgever het volgende schrijft. De kunstenaar moet het fresco op het plafond van de kapel schilderen met vier profeten of evangelisten tegen een blauwe achtergrond met sterren en goud. In die kapel moet hij ook een altaarstuk maken met een voorstelling die lijkt op deze tekening. Hij mag er wel wat dingen aan toevoegen. Dit is een ander voorbeeld van de eisen die een opdrachtgever stelde. Het is een schilderij van El Greco, de begrafenis van de graaf van Orgaz. El Greco had de opdracht gekregen om de heiligen Augustinus en Stefanus uit de hemel te laten neerdalen om de begrafenis van de graaf van Orgaz te begeleiden. De een houdt zijn hoofd vast en de ander zijn voeten. De opdrachtgever van het werk, de priester van de kerk, wilde hiermee laten zien dat de graaf veel voor zijn kerkgemeenschap had betekend. Het was gebruikelijk dat de kunstenaar eerst een schets of een model maakte om aan zijn opdrachtgever te laten zien, voordat hij het echte werk ging maken. Zo kon hij in elk geval nog dingen aanpassen die hij niet goed zou vinden. Vaak bepaalde de opdrachtgever de prijs, maar we weten dat echte grote sterren zoals Michelangelo en Raphaël vaak wel konden vragen wat ze wilden. Hier zie je een afbeelding van de werkplaats van een kunstenaar uit de 16e eeuw. In het midden staat de meester, die werkt aan een groot schilderij van Sint Joris en de Draak. Op de voorgrond kijken jonge leerlingen met hem mee en op de achtergrond zijn de oudere leerlingen zelfstandig bezig. Pas in de 17e eeuw werden de eerste kunstacademies opgericht, onder andere door Lodewijk XIV, maar ook in die tijd bleef dit idee van meester-leerling nog bestaan. Na zijn opleiding waren er eigenlijk twee mogelijkheden: je hele leven assistent van de meester blijven of proberen een eigen carrière op te bouwen. We weten bijvoorbeeld dat Raphaël op een bepaald moment meer dan 25 assistenten had die kennelijk liever voor de grote Raphaël wilden blijven werken dan de gok nemen om helemaal nooit succesvol te worden. Soms werken meesters en leerlingen ook samen aan een werk. Dan zette een meester het werk op, zo heet dat. Dat betekent dat hij de compositie bepaalde en een begin maakte met de figuren. En vervolgens maakte de leerling of de leerlingen de figuren af en vulden ze de ruimte eromheen, zoals een landschap. En daarna kwam de meester weer terug voor letterlijk de finishing touch. Ook waren assistenten het werk van hun meester mee aan het schilderen, zoals je op de tekening van die werkplaats ook al zag. En soms leidt dat tot museumstukken, zoals deze kopie van Mona Lisa die in het Prado Museum in Madrid hangt. Die is tegelijk gemaakt met de Mona Lisa van Leonardo, maar dus niet door Leonardo zelf. Het kan in dit geval best zo zijn geweest dat mevrouw Lisa meerdere kopieën van zichzelf had besteld. En van sommige oude meesters weten we zeker dat ze altijd alleen werkten, zoals Vermeer. Tegenwoordig is het zo dat klassieke schilderijen niet zo heel vaak meer verhandeld worden. Veel zijn namelijk in het bezit of in bruikleen gegeven aan een museum. Maar als er dan toch eens een werk van een oude meester wordt verkocht, dan gaan de prijzen ook door het dak. In 1970 werd dit portret van Velázquez nog verkocht voor 5,5 miljoen dollar. Dat was toen een enorm record. Maar in 2002 werd dit schilderij van Rubens uit ongeveer dezelfde tijd al verkocht voor 76 miljoen dollar. Maar tegelijkertijd brachten in 2002 schilderijen van moderne kunstenaars zoals Cézanne, Picasso en Jackson Pollock al vele miljoenen meer op. Maar goed, hoe dat kan, dat moderne kunst nog meer opbrengt dan klassieke kunst, dat is weer het onderwerp van een ander.